De organisatie van de Paardendagen Driesem waterswaard is druk dwaande om de laatste puntjes op de i te zetten. Tiet om te jaren hoe de tarieving van het evenement dit jaar gang is. Eigenlijk gaan we ver verbeteren in het meisje van die, van die, van die oude hindernissen. We, uh, we hebben zelf constateerd dat ze sneller meer moeten binnen als ooit tevoren. En, uh, we hebben we bij wie het rechte punt op, uh, op een hoek in Driesem Daar hebben we de hebben we de Nijbouw voor de hoofdsponsor. En, en nou, die erdoor was verschrikkelijk mooi slagen, dus dat is uh, super. Ik ben, ben trots op mezelf zeg maar. Ek dit hier is het weer volle bak wat de onmeldingen omhangert. Dat, dat ken we beter. We kennen ik net meer We 150 en we kennen het net meer hebben. Dat is dus, u we zijn. Wij kunnen, ik ben nou wel meer, 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 meer wel, maar we halen op 150. Want ja, een dat Ik ben op het dat bij de buurtweer, hoor. En het gaat je net alleen nog om deelnemers uit de regio. Tredje. Uh, hinder nou, daar hebben we nog nooit jarenlang savel we vijverspannen. Nou, Werd dan eigenlijk nog de helft ongeveer vanuit België bijkomt. de vrijwilligers, gaan het altijd bot naar het zijn. Ja, gewoon maar eens al. Nou, ik ben weer mijn hele pleur de uh, jaren bezig en dat is gewoon uh, mooi. Samen vrijwilligers, dat is het mooie. Positieve reacties, die is dan kies van oh, Wat ben je goed bezig en... Ja, dat was echt van, van een hele grote groep mensen en dat is wel echt heel leuk en als dan ik naar die ding die van oh wat dom met goe dat is wel extra leuk die vrijwilligers je bent, een, je bent er wild van je, je bent er gek van. ik maat zei wat, wat wat had ik een meisje wat had een bedrijven nu ...die dit al belangeloos. belangloos weken mee bezig met op een gegeven moment weer naar Hendrikstad in twee kraan te draaien Belangeloos, hè ja geweldig. en die komen niet alleen op de drie en wat er zo hard wij Je ja, komt overal bij geweldig het leek het dus alle goed te gaan. De paardendagen werden op donderdag om 8 uur jongens officieel iepenen. Op vrijdag zullen de deelnemers strijden om het eerste plak tijdens de padenmarathon.